Vandaag een antwoord op de vraag van Anke. Anke is nu al een tijd lang op dieet. Een dieet die niet zozeer focust op een drastische vermindering van calorieën of specifieke voedingsstoffen, maar een dieet welke gericht is op een verhoging van de kwaliteit van je voeding. Een verhoogde voedzaamheid van je voeding. Een dieet welke is gebaseerd op pure, verse ingrediënten, alle maaltijden zelf bereid, geen kant-en-klaar producten. Dat soort voeding bestaat het dieet van Anke de laatste tijd uit. Nu heeft Anke de laatste tijd, sinds ze dit dieet heeft gevolgd, helemaal niks meer gesnoept. Niks meer gesnoept van hetgeen ze voorheen regelmatig snoepte. Vooral tussen haar maaltijden door. Allerlei zoetigheden, allerlei zoute snacks en dergelijke. Heeft ze helemaal niet meer aangeraakt. Heeft ze ook eigenlijk geen behoefte aan gehad. Nou, ze voelt zich supergoed. In de thuissituatie heeft ze hier verder ook niet zozeer behoefte aan. Maar afgelopen weekend was Anke een weekendje weg met vriendinnen. Ze was naar een kerstmarkt, wat ze elk jaar doet met vriendinnen. Ze had besloten van tevoren al, op zo'n kerstmarkt is echt niet voeding passend bij mijn dieet aanwezig. Dus ik ga die dag voor het eerst gewoon maar eens weer iets intens zoets, iets intens zouts. Want dat zijn toch de dingen die vaak op een kerstmarkt te vinden zijn. Ga ik gewoon mee eten. Ik ga voor het eerst weer wat dingen snoepen. Daarna, wanneer ik weer thuis ben, pak ik mijn dieet die me goed bevalt. Mijn gezonde, voedzame dieet pak ik wel weer op. Nou, ze had verwacht door dit zo af te bakenen en dit van tevoren te besluiten dat ze hier wel lekker van zou kunnen genieten. En ze zag er ook wel naar uit. Echter, ze had hier helemaal niet van kunnen genieten. Het leek wel of haar smaak was veranderd. De dingen die ze voorheen hartstikke lekker vond, die ze afgelopen weekend lekker mee heeft gesnoept. Tenminste, ze dacht dat ze deze lekker mee zou snoepen. Vond ze opeens heel anders smaken. Veel te zoet en veel te zout. Terwijl ze dat voorheen eigenlijk nooit zo ervoer. Eerder vond ze dat helemaal niet veel te zoet of veel te zout. Dus Anke heeft het idee dat sinds ze haar dieet heeft omgegooid naar wat voedzamere voeding, dat haar smaak is veranderd. En ze vraagt, kan dat? Kan dit kloppen dat mijn smaak is veranderd als gevolg van mijn dieet? Nou, Anke, laten we eens bespreken hoe smaakwaarneming, smaakbeleving, wanneer je dat kan ervaren, hoe dat geregeld wordt in jouw lijf. Jij hebt een tong en op die tong zitten smaakpapillen. Dat zijn zintuiglijke cellen. Van jouw zenuwstelsel. Met jouw zintuigen kan jij waarnemen. Althans, wanneer de prikkels, de informatie, in dit geval over de smaak van jouw voeding, welke die smaakpapillen prikkelt, wanneer dat goed verwerkt wordt. En waar moet dat verwerkt worden? In je hersenen. Dat betekent dat de prikkels, de informatie over de smaak van je voeding, welke jouw smaakpapillen oppikken, dat die informatie wel op een bepaalde manier overgedragen moet worden naar dat smaakcentrum in jouw hersenen. Want pas wanneer die informatie die hier opgevangen wordt, daar verwerkt is, dan zul jij de smaak, de smaakstof die op jouw tong is beland, ook echt waarnemen, beleven. Om een smaakstof die jouw tong raakt en die jouw smaakpapil prikkelt, om die de informatie daaruit voortkomt over de smaak van jouw voeding, om dat daar aan te laten komen, dat gebeurt via jouw zenuwbanen, moet signaaloverdracht plaatsvinden. Maar dat kan enkel een elektrisch signaal zijn. En daar heb je elektrisch geladen deeltjes voor nodig. Die elektrisch geladen deeltjes, die kunnen informatie overdragen via je zenuwbanen. Of kunnen dat met zich meebrengen. En die kunnen ervoor zorgen dat informatie welke hier opgepikt wordt, daar aankomt en verwerkt wordt, zodat je die smaak beleeft.
Elektrisch geladen deeltjes, dat worden ook wel elektrolyten genoemd. En dat zijn mineralen in opgeloste toestand die in opgeloste toestand een elektrische lading hebben. Die zorgen voor de overdracht van informatie, of eigenlijk de omzetting van de informatie welke jouw voeding qua smaak met zich meebrengt. Want die smaakstof die aanwezig is in jouw voeding, dat is niet een elektrisch deeltje. Dus dat moet omgezet worden tot een elektrisch deeltje. Nou, en dat gebeurt middels zogenaamde elektrolyten, en dat zijn mineralen in opgeloste toestand. Maar om mineralen in opgeloste toestand in het weefsel al daar te krijgen waar die smaak opgevangen wordt, moet een goede voedingstoestand in jouw lijf heersen. Want de zuurtegraad in jouw lijf kan enkel goed gereguleerd worden. En dus ook het vochtgehalte in alle delen van je lijf, in alle weefsels van je lijf, kan enkel goed gereguleerd worden wanneer er een goede voedingstoestand heerst in jouw lijf. En dat is wanneer jouw lijf goed voorzien is in alle zogenaamde essentiële voedingsstoffen. Enkel wanneer er een goede voedingstoestand heerst in jouw lijf, kan de vochtbalans in jouw lijf goed geregeld worden, kunnen afvalstoffen, nadat zij gevormd zijn in jouw weefsels, goed verdund, geneutraliseerd en afgevoerd worden. En dat is een voorwaarde om elektrisch geladen deeltjes, mineralen in opgeloste toestand met een elektrische lading, informatie over te laten dragen in jouw zenuwcellen, om dat vervolgens door te sturen richting jouw hersenen om die smaak vervolgens te kunnen beleven. Wanneer jouw lichaam in een slechte voedingstoestand verkeert, dan kan de zuurtegraad in jouw weefsels kan niet goed gereguleerd worden, de optimale zuurtegraad. En dan zullen jouw weefsels ook uitgeput raken van vocht en opgeloste mineralen, welke elektrolyten ze vormen. Dus mineralen, ionen met een lading, een elektrische lading, die voor die informatieverwerking, informatieoverdracht kunnen zorgen. Jij, Anke, heb jouw voeding qua kwaliteit, qua voedzaamheid, heb jij verbeterd de laatste tijd. Dit betekent dat dankzij jouw dieet jouw lichaam vaker dan eerder, omdat de kwaliteit van jouw voeding eerder nog niet zo op het best was, dat de kwaliteit van je voeding, doordat die beter was, dat de voedingstoestand in jouw lijf nu beter is. En dat de zuurtegraad in jouw lijf ook beter gereguleerd kan worden. En als gevolg daarvan informatieoverdracht, dus de smaken, de smaakstoffen die jouw smaakpapillen op jouw tong prikkelen, dat die ook beter in een elektrisch signaal omgezet kunnen worden. En dat de overdracht van die informatie middels die elektrisch geladen deeltjes richting jouw hersenen, en dus uiteindelijk de verwerking ervan en de beleving van die smaak, veel beter plaatsvindt. Dus wanneer er nu iets met een zoete smaakstof op jouw tong belandt, zul je al heel snel die zoete smaak waarnemen vanwege de betere voedingstoestand in jouw lijf en daardoor een betere omzetting tot een elektrisch signaal en een overdracht richting het smaakcentrum in jouw hersenen. En dus een betere smaakbeleving. Dus datgene wat jij met een slechtere voedingstoestand in jouw lijf en daardoor een slechtere informatieoverdracht nog helemaal niet heel zoet vond en nog helemaal niet zo heel zout vond, vind je nu in en in zoet en heel erg zout. Veel te zoet en veel te zout. Dus als antwoord op je vraag, Anke, kan het dat mijn smaak is veranderd ten opzichte van eerder, dankzij mijn dieet? Want ja, sindsdien smaken dingen anders kennelijk, heb ik afgelopen weekend ervaren. Ja, dat kan, omdat de overdracht van informatie welke jouw zenuwcellen, zintuiglijke zenuwcellen, oppikken, en het verwerken uiteindelijk van die informatie in je hersenen, waarna pas de smaakbeleving en de smaakervaring, dus het ervaren van smaak, plaatsvindt, veel beter verloopt in een lichaam die in een goede voedingstoestand verkeert dan in een lichaam die in een slechte voedingstoestand verkeert. En jouw lichaam verkeert momenteel in een veel betere voedingstoestand dan van voorheen, omdat jij de kwaliteit van je voeding hebt verbeterd. Jouw voeding voorziet nu beter dan eerder in essentiële voedingsstoffen.